Melkveehouder René Omen uit het Zeeuwse Seerjansland verwacht dit jaar helemaal niks meer van dit perceel mais. Door de droogte staat het gewas er slecht bij. Nou ja, als je zo achter me kijkt, dan is het gewoon helemaal afgeschreven dit natuurlijk. Dit is helemaal niks. Verderop in het perceel, de grond is hier nogal wisselend. Daar staat hij eigenlijk wel goed, maar voor het totale perceel ben ik gewoon 40% kwijt. Het is gewoon weg, verloren. Omdat er geen goed water in de buurt is, heeft Omen ook niet kunnen beregenen. Hij verwacht dan ook dat er weinig voederwaarde in de mais zit. De voederwaarde in mais die komt natuurlijk van de korrel vandaan, van de zetmeel. Nou ja, die komt hier totaal niet in, of die zit er helemaal niet in. En je ziet er wel dat het zelfs aan het verdrogen is, dus hij moet er gewoon snel af, want anders is ook in de plant zelf de voederwaarde verloren. De mais is niet voor de melkkoeien. Een groep vee wat daar wel mee uit de voeten kan, droge koeien, oude jongvee, dat soort zaken, dan heb ik er in ieder geval nog iets aan.